Great Media. Jingles and commercials. Welkom bij RAFC TV. In deze aflevering blazen onze supporters het dak van de Lotto Arena. We volgen een oefenwedstrijd tegen Oosterzone. We trekken naar Knokken voor een oefenstage. En we laten een oud speler en twee nieuwe aanwinsten aan het woord. Spanning, wisselende kansen en een denderende sfeer. Dat waren de ingrediënten die van deze eerste editie van de Napoleon Games Football Battle een geslaagd evenement maakten. De organisatoren hadden inderdaad een belangrijke bondgenoot aan de rood-witte twaalfde man om de Lotto Arena op zijn grondvesten te doen daveren. De vijf Kortrijkspelers onder leiding van Hein van Haasbroek hadden de handen meer dan vol aan RAFC, waarbij de honneurs in afwachting van de komst van de kersverse vader Jimmy Floyd Hasselbaink werden waargenomen door zijn assistenten. Ja, dat was heel veel strijd en we hadden de eerste wedstrijd die we begonnen. Ja, ik lees de reglementen en dan zie je staan geen fysieke duels, je mag niet aan de boarding met elkaar zitten, je mag niet vasthouden aan de boarding. Dus ja, we zeggen oké, rustig aan. Maar we zijn nog in 3 minuten bezig en ik zie daar duels. En dus ik zeg tegen ze, kom, gas geven, want anders ga je eraan. Laat ik een applaus willen voor een man die gisteren alweer vader is geworden van alweer de dochter. Jimmy Floyd Hasselbeink. Proficiat met je dochter. Ja, bedankt. Heel erg blij. Moeder en baby doen het goed. Dus ja, heel erg blij bij de nieuwe editie in de Hasselbeink family. Antwerp leidde met 4-1, maar ondanks het moedige weerwerk stoomde Kortrijk in de slotfase door naar een 4-6 overwinning. Wat vond je van de sfeer hier? Oh, dat wist ik al van tevoren, hè, dat ging fantastisch zijn. Dus ik ga altijd met heel veel plezier naar Antwerpen, want dat is echt ongelooflijk ambiance. En, ja, het is jammer dat ze in eerste klasse niet spelen, hè, want dat is altijd een plezier. Ik herinner mij een van hun laatste grote optredens buitenshuis was de bekerwedstrijd bij ons, een tweetal jaar terug. Toen ze met meer dan 2000 er waren, was een heerlijke sfeer. Dus, wij kunnen dat creëren thuis. Ook een heerlijke sfeer in Kortrijk, maar niet op verplaatsing. Daar hebben we veel minder volk mee. En die mannen van Antwerpen die zijn overal, zowel thuis als uit. Dus het is heerlijk. Ook in de tweede wedstrijd tussen KV Mechelen en Antwerpen was de spanning te snijden. Gesteund door de fanatieke achterban gaven de rood-witte het beste van zichzelf. Kevin Tano vond de paal op zijn weg en ook de rood-gele doelman moest geregeld ballen uit zijn doel ranselen. Guvench nam een shootout te baat om de bordjes in evenwicht te brengen. 1-1. En al werden het nog een paar stormachtige laatste minuten, Antwerp wist zich dankzij het doelsaldo verzekerd van een plaats in de halve finale. Ik vind het fijn, ik vind het heel fijn. Klein veldje met boarding en kunstgras gewoon super voor mij. Daarin nam RAFC het op tegen Lokeren met als inzet een plek in de finale. En er was een stunt in de maak, want op amper 20 seconden van het eindsignaal stond Antwerp op 4-3 voorsprong. Maar in de allerlaatste seconde maakte Lokeren nog gelijk. Enkel met de shootouts moest de rood-witte selectie haar meerdere erkennen in Lokeren. De spelers van Jimmy Floyd Hasselbeink hebben zich met bravoure verweerd tegen de 3 eerste klassers. Onze nummer 10, Guvench, werd bekroond tot speler van het toernooi. We komen voor in de laatste minuut en op de hele wedstrijd eigenlijk. En dan de laatste minuut, dan moet je toch goed afsluiten en die overtreding eigenlijk maken. Maar ja, het mocht niet zo wezen. Ik denk toch dat de jongens heel goed gedaan hebben. We mogen met opgeven hoog deze zaal verlaten. En ja, heel goed. Ik denk dat de zaal voor de finale nu gaat leegstromen, want onze supporters waren massaal aanwezig. Ja, zoals altijd weer prachtig. De supporters zijn top. Royal Antwerp trok de opwaartse lijn van de geslaagde Napoleon Games Football Battle moeiteloos door tegen Oosterzone. De thuisploeg kon rekenen op de leenspelers Papé Diakité en Just Berends. En ook onze oudspelers Thomas De Korte en Gorold Harold Pinkste maakten hun opwachting om de Bosuilen te bekampen. Na 12 minuten stuurde de weer onvermoeibare Roy Beckenes Jordan Fauché in het straatje. En doelman Wagemans kon voor de eerste keer de bal uit de netten halen. De Great Old bleef rustig domineren. En op het half uur ontfutselde Freddy Mombongo de bal aan Papé Diakité en knalde loeihard op doel. Thuisgoalie Wagemans kon enkel afweren en Jordan Fauché kon de score verdubbelen. Nog geen 400 seconden later dweilde Kelvin Meynaert de rechterflank af. Leverde een loepzuivere voorzet af met bestemming Freddy Mombongo en de 3-0 einduitslag stond op het bord.
Papé Diakité werd nog voor de rust met een tweede gele kaart naar de kleedkamers verwezen. Net voor de rust een klein lekker fietje met Papé Diakité. Wat was er aan de hand? Ja, ik begrijp dat je, als je tegen ex-ploeg speelt, dat je gemotiveerd bent en zo. En dat is heel normaal en dat je ervoor gaat. Maar we vonden dat Papé een paar keer een beetje over de schreef is gegaan. En ik vind het nog altijd belangrijk. Het is goed voor de matchritme, maar het belangrijkste is dat je niet geen gekwetst te geraken. En dat vind ik een beetje dat een paar keer over de schreef is gegaan. En ik kan gewoon duidelijk maken dat dat niet hoeft. Weet je, we zijn hier om, we zijn allemaal prof en we willen allemaal verder. En dat waren momenten die eigenlijk niet zouden mogen gebeuren. Harald, als ik tegen jou zeg 3 november 2002, wat zeg jij dan? Dat is Antwerpen Beerschot. Dus dat is de 5-3. Die we daar eigenlijk onverwachts nog omgebogen hebben. Na een 3-0 achterstand op kwartier tijd. En dat was een heusfeest op Bosuil. En dat zijn toch herinneringen die nog altijd blijven. Ook voor jou het hoogtepunt bij Antwerpen? Ja, dat wil ik toch wel even zeggen. Dus met de ploeg die we daar op dat moment hadden. Eerst een tik krijgen van 0-3 achterkomen. Toch mentale weerbaarheid getoond. En als je dan iemand als Patrick Hoden in de rangen heet, dan dat doet toch altijd iets speciaals. Als je hem dan ergens nog ziet terugkomen, die schiet er op bepaalde momenten toch weer de verlossende in. Ja, niet enkel Patje Goot. Jij eigenlijk denkt bijna 2 rode kaarten, 2 halve rode kaarten en daar scoor je nog. Ja, pak 1 dikke rode kaart en dan scoor ik dan ook nog een keer. Dus, maar ja, dat zijn fases in een wedstrijd, die zijn er soms. Die zijn vandaag ook weer gebeurd. En dan moet de scheidsrechter gewoon consequent zijn. En op dat moment is hij dat niet geweest. En dat heeft gewoon een ontvoordeel uitgedraaid. Je bent nu 36, je speelt bij KFC Oosterzoen. Je haar begint te groeien, voor ons een hele nieuwe aanblik. Ja, dat is al een 5-tal jaren, dus ik vind dat heel goed. Mijn vrouw heeft daar een beetje naartoe gestuurd en ik ben daar volledig mee eens. En sindsdien ben ik er heel tevreden mee. Mijn vrouw is er content mee, dus jawel, ik ben heel gelukkig. 36 zei ik al, hoe voel je je fysiek? Fysiek? 27. Wat verwacht je van dit sprenkelnieuwe jaar? Heel veel, maar had ik ook voor 2013. Dus oké, iedereen weet waar we nu voor staan. 14 heel belangrijke wedstrijden, waaronder nu zaterdag misschien wel de meest belangrijke, thuis Moes Kroen. Ja, en indien je die winnend kunt afsluiten, is alles nog mogelijk. Ja, om ons goed te kunnen voorbereiden zijn we hier in Knokke, in Pavillon du Zoet. Hoe bevalt het jou hier? Het valt hier heel goed mee. De omstandigheden zijn schitterend. Zeg, als je zo'n weer hebt, wat toch wel het belangrijkste is, dat is de reden waarom dan de meeste clubs naar het buitenland trekken. Maar ja, als je zo'n weer hebt, is 10 graden denk ik, dan moet je helemaal niet naar het buitenland. Dus omstandigheden zijn perfect. Ik denk, zo'n stage zorgt toch nog altijd voor... je merkt dat in die groep, nu ben je echt 24 op 24 samen. En dat geeft toch wel een ander cachet dan dat je gewoon op Antwerpen moest blijven. Ik moet zeggen, ja, als je de trainingen ziet, hoe fel, gretig, agressief, plezier wat er is. Dat doet me heel veel deugd. Dat hebben we een tijdje gemist en is weer helemaal terug. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van deze week. Toen we hier aankwamen met ons team, zei de hoteldirectie meteen van ja, die van Antwerpen, dat is een heel gedisciplineerde groep. Ze hebben hier al heel veel voetbalploegen gehad, maar ja, deze, dat zijn echt voorname jongens. Kan je daar mee instemmen? Ja, dat klopt zeker. Ze zijn heel rustig. Ze doen netjes hun ding. Ze zijn niemand tot last. Ze zijn s'avonds rustig. Iedereen gaat 10 uur naar hun kamer en moet 10 uur op de kamer zijn. En totaal geen enkele rumoer meer op de gang of wat dan ook. En ja, je ziet, ze gedragen zich hier ook. Ze hebben het hartstikke naar de zin. De een doet een poeltje, de ander doet een dartje. En de ander gaat zwemmen en zo. Ja, alles is goed geregeld. Het eten is top. Dus ze hebben eigenlijk ook niks om vervelend te doen. Hè? De eerste toppers die komen eigenlijk de komende weken al aan. Is dat een voordeel of een nadeel voor u? Nee, ja, voordeel denk ik. Ik bedoel, je weet meteen dat je er moet staan, maar de tegenstanders moeten er ook staan. En ik denk juist dat je meteen door, als je bijvoorbeeld zaterdag tegen Moes Kroen een goede stap kan zetten, dat je meteen die feeling te pakken hebt weer met z'n allen. Dat je weer in een bepaald ritme komt en dat je allemaal weer die wil hebt om. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar geweldig. Beter dan dat je tegen een lage ploeg. Maar je weet dat je nu gaat beginnen en dat je meteen bam, je moet er staan. En geweldig, ook voor het publiek trouwens, dat je meteen wat meer mensen op de tribune weer krijgt. Ja, het is natuurlijk gelijk een sterke tegenstander. Het is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. En we zullen er gelijk op moeten. En ja, dan kunnen we zien hoe ver we zijn. Je weet, Saïf zal aanwezig zijn. Meestal brengt dat geluk. Hopelijk dit keer ook.
Ik hoop het. Ik hoop dat dat blijft. Safe, die zal er zijn. En we hebben alle support nodig. Dus als Safe er is, dan heb ik er ook meer vertrouwen in. Maar het zijn toch die jongens die het moeten doen. En we moeten toch met z'n allen achter de jongens staan en hun supporten. En hun de kracht geven om die 3 punten naar binnen te halen. Op dit moment zijn we keihard bezig om alle puntjes op de i te zetten. In Knokke haalde onze gelegenheidsreporter David Thiboma onze 2 nieuwe aanwinsten voor de camera. Bonjour, moi c'est Tambe Alassane. J'ai 21 ans, je suis joueur de Courtrai et je suis prêté à Anvers pour 6 mois. Bonjour, moi c'est Mathieu Mossé, j'ai 24 ans, je suis attaquant et je viens de signer un contrat d'un an et demi. Ça fait 6 mois que à Courtrai je ne joue plus. Et mon agent a essayé de trouver quelques contacts. Il est tombé sur le coach Jimmy Hasselbaink qui a vu mes vidéos et qui avait déjà entendu parler de moi. Et de là, j'ai discuté avec le coach. Le projet à Anvers était très intéressant. Et donc je suis venu pour un prêt de 6 mois. Okay, voilà. Mathieu, vous avez joué en Angleterre et dans quelle équipe? J'ai joué, mon dernier club c'était Coventry City et avant je jouais à Reading. Et je suis venu ici parce que j'ai parlé avec le coach il y a un mois, on a parlé. Je trouvais que le projet était intéressant. Moi je suis à Courtrai, ça fait 2 ans. Je connaissais un peu Anvers, j'en ai déjà entendu parler. Déjà que c'était une grande ville, une ville à visiter. Et ensuite le club, on m'a dit que c'est des supporters très intéressants. Après moi je suis quelqu'un qui est très proche du club, très proche des supporters aussi, et c'est vraiment très intéressant d'avoir un public aussi euphorique, quoi. Bon, moi j'ai regardé des vidéos, j'ai vu des vidéos des matchs où les fans ils sont vraiment dedans, ils sont à fond, et j'ai vu ça, j'ai dit ouais. Et ouais, j'en ai parlé à des amis à moi qui jouaient en Belgique, et ils m'ont dit ouais, c'est une équipe où il y a l'un des plus grands fans du pays. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, c'est vraiment intéressant. Le coach, c'est vrai que c'est quelqu'un de connu, qui a un très très grand palmarès. Pour les attaquants, c'était un exemple en Angleterre. C'était quelqu'un qui a fait de très grandes choses en Angleterre et pour la Hollande. Donc d'avoir un coach comme ça, c'est vraiment important parce que il sait par quoi on traverse dans une carrière. Il a arrêté à pas très longtemps et il sait quoi nous dire, quoi. Zaterdag iedereen op post voor de eerste thuismatch van 2014 tegen Mouscron. Dit was RAFC TV. De volgende aflevering is er op donderdag 23 januari. Voor de creatie en hosting van uw website servicehosting.be